Teamwork is de brandstof waarmee gewone mensen ongewone resultaten bereiken. Wie beter wil worden, moet competitief zijn. Wie exceptioneel beter wil zijn, moet coöperatief zijn. We Are Champions gaat ditmaal op zoek naar de beste duo's. Want als er sprake is van een verbinding tussen mensen, in wat voor samenwerking dan ook, gebeuren er dingen die anders niet zouden gebeuren. Welkom bij We Are Champions. Team Volvo, Koen de Vlieger, Groep Verhelst. Pieter Plantenveve, Plantenveve Logistics. Wij zijn ook transporteurs, volledig Volvo Wagenpark. En ook gevraagd geweest om vandaag te komen deelnemen, te tonen wat we kunnen met die Volvo-truck. Team A&D Trucks en Trailers. Mark Magaris, Transport Magaris. Guy Hendricks, Transport Hendricks. We kennen elkaar vanuit het transport, Guy. Ja, zo gaat dat. We komen elkaar al een keer tegen op een evenement. De kandidaten krijgen vandaag twee proeven voorgeschoteld, telkens met een Volvo-truck en een A&D-trailer. De Volvo FH Fuel and Efficiency is uitgerust met de krachtige en zuinige D13 500 pk-motor. De iShift versnellingsbak heeft een uniek fleet softwarepakket voor de lange afstanden, inclusief iRoll. A&D-trailers biedt opleggers van het type O2, O3 en O4, ontworpen en gebouwd voor duurzaam en intensief gebruik en bovendien beschikbaar in verschillende varianten en afmetingen. In opdracht 1 moeten de duo's een uitgestippeld parcours afleggen. Tijd is belangrijk, maar vooral precisie is cruciaal. Want hoe dichter men tegen de fles parkeert, hoe beter. Maar als de fles valt, is de opdracht verloren. Ik zou toch een klein risico nemen voor die fles. Want ik denk dat dat een van de cruciale punten zal zijn voor de winst of verlies. Pieter Plantenveve neemt plaats achter het stuur. Go! Team Volvo moet eerst eenmaal vooruit rond de windmolen rijden, nadien hetzelfde maar dan achteruit. Het is nog gelukkig dat het anders. Pieter gebruikt zijn ervaring en legt zijn traject foutloos af. En nu doe met één vinger nu. Ja. In het tweede deel moet hij een slalom doen, maar dit met één vinger. Dankzij Volvo Dynamic Steering verloopt het sturen bij lage snelheid zo'n 75% lichter. Ook de slalom verloopt goed. Nu een eerste quizvraag. Welke tekst staat er op de zijkant van de truck? Fuel and safety, fuel and efficiency, fuel and environment. Fuel and efficiency. De eerste vraag wordt correct beantwoord. Nu draaien en vraag nummer 2. Hoe lang bestaat A&D Trailers? 20 jaar, 25 jaar, 30 jaar? 20 jaar. 2-2 voor team Volvo Trucks. Na een slalom volgt de eindopdracht. Achteruit parkeren. Koen en Pieter willen de lat meteen hoog leggen. Maar hoeveel risico durven ze nemen? Nu maar op de mak. Nog een meter. Top, ja. Nu is dan de volgende verbetering te doen, hè? Ja, laat ze maar komen. Mark Magaris begint met veel vertrouwen aan zijn opdracht. Kom maar, ja, volle bak, hè. Super, Mark. Het vooruit rondrijden gaat vlot. Top, Mark, top. Net zoals het traject achterwaarts. Nu de slalom met één vinger. Mijn opleiding is ervoor gemaakt om in die punt te rijden. Ook team A&D krijgt dezelfde vraag voorgeschoteld. Wat staat er op de Volvo truck? A. Fuel safety. B. Fuel efficiëntie. 3. Fuel environment. B. Fuel and efficiency is correct. Nu nog de tweede vraag. Hoe lang bestaat A&D? 20 jaar, 25 jaar of 30 jaar? Een duidelijk neersnelde van 20 jaar. Tweemaal juist. Mark Magaris en Guy Hendricks willen hun tegenstanders verslaan. Maar dan moeten ze korter tegen de fles eindigen. En dat lijkt ook te lukken. Duidelijk. Zeer duidelijk. 53 centimeter. Perfect. Wat een ding. Schudder. Team A&D Trucks en Trailers wint dus opdracht 1. Maar er staat uiteraard nog een opdracht op het programma. De kandidaten dienen een puzzel van pallets op te lossen en te laden. Eén van de twee bestuurt de meeneemheftruck, terwijl de andere coördineert en de pallets wikkelt in folie. Guy Hendricks begint verschroeiend en wil een goede tijd neerzetten. Guy en Mark geraken op elkaar ingespeeld en ze zijn goed op weg om een mooie tijd neer te zetten. Hey, is dat wel juist?
Na een kleine aarzeling wordt er wat tijd verloren, maar het laden kan nu toch beginnen. Redelijk goed, denk ik. Hij al wel af en toe is gereden, maar met deze is toch nog iets apart. Gie, we zijn een team, man. Ja. Koen Verhelst en Pieter Plantenveve moeten koste wat het kost de snelste tijd neerzetten als ze nog kans willen maken op de overwinning. Koen heeft ervaring met laden en neemt zijn verantwoordelijkheid. Beetje toetrek. Ook Koen is snel vertrokken. Hij plaatst de pallets netjes op een rij, terwijl Pieter zich bezighoudt met de folie. Efficiënt team, Volvo efficiëntie. Absoluut. Het duo ligt voor op schema en is op weg om de beste tijd neer te zetten. Maar dan mogen ze geen fouten meer maken. Ja. En dat gebeurt ook niet. Een mooie overwinning voor team Volvo Trucks. Beste deelnemers, allebei twee winnaars. Twee teams, zowel team A&D als team Volvo, zijn vandaag onze winnaar. Vier topkandidaten. Bij deze een kleine attentie, alsjeblieft. Proficiat. Alsjeblieft. Een team is geen groep mensen die samenwerken. Een team is een groep van mensen die elkaar vertrouwen. Een team van champions.